Welkom bij mijn eerste opknapper, een Honda Super Cup C50 uit 1987, geïmporteerd uit Japan. En daarom moet die wel eerst op kenteken gezet worden, dus dat is het eerste doel wat we eraan gaan doen. En er zijn wel een paar dingen voor nodig. Zo werkt de achterrem nog niet. En de voorrem zit een beetje vast, een speling op het balhoofd en het loopt nog niet. Maar dat is het projectje waar we nu eigenlijk aan gaan beginnen. En wat verder uit elkaar halen, een beetje checken. En natuurlijk heeft hij aardig wat roest en zitten de dingen vast. En zoals deze boutjes allemaal. Dus dat is ook nog een klusje om alles los te krijgen. Het is niet de bedoeling om in concoursstaat te krijgen. Maar hij moet er wel gewoon goed uitzien en goed lopen natuurlijk. Alle boutjes in de WD-40 gezet. En ben ik bezig met het inlaattraject uit elkaar halen. Maar morgen gaat hij naar de garage, want daar zijn meer en betere tools en daar heb ik ook hulp.